Welkom dames en heren bij No Limits aflevering 20 alweer. Ik weet nog goed toen het begon met de heel simpele thumbnails en die evolutie is duidelijk te merken. Zo niet, dan kijk even in de afspeellijst en zie de thumbnails allemaal. Het is duidelijk te merken hoe die zijn geüpgraded. Want vroeger was het gewoon een logo met het getal van de aflevering. Daarna kwam er één achtbaan in, daarna was het altijd een achtbaan vanuit de aflevering. En nu zijn het dus gewoon achtbaan die van het internet afhaal. Maar dat van de thumbnails en ik heb nog super goed nieuws, maar dat is wel zo dadelijk. En het goede nieuws is dat we sowieso nog kunnen doorgaan tot aflevering 30. Ik heb de mappen doorgemaakt, nog 30 afleveringen precies kunnen we sowieso al doen. Daarna moet ik even kijken. Maar het is nu hier in aflevering 20. En dat gaan we doen met de Scorpion, Sea Serpent en de Shake, Rattle and Roll. Maar beginnen doen we met de Scorpion. En de Scorpion, of Scorpion, Scorpion is het denk ik eigenlijk, is geladen. Ik ben heel benieuwd, de naam zegt mij niks. Dus ik moet binnen wat wachten voor krijgen, dus een houten achtbaan. En de layout ziet er mij toch al, ja, grote bordenwerk. Er is eigenlijk geen thematisatie. Vind ik wel jammer. Een paar boompjes is er allemaal niet bij. Maar dat gaat natuurlijk wel op waarvan ik. Maar ja, de thematisatie mist. Dat is heel duidelijk. Daar gaan we dames en heren. De eerste daling. Hop, lekker. Goeie daling. We horen door de bocht over het station. Die ook weer naar onder gaat rechtstreeks. We maken weer een bocht. Een houtdagen gaat veel om bocht en daling en dat heb ik hier. We gaan veel pop af, we maken veel bordjes, kijk, we maken weer een andere bord. En we gaan een nieuwe bord maken, dit is een beetje afgezonderd stukje dit. Hier had ik dus inderdaad een bordjes eigenlijk gezet, samen wat ik zo maken. Bordjes op het water. Goed, heel erg leuk ook, want ik heb een ritual. De kleuren, ja, dit is wel een houtachtige kleur. Ik wou niet om zeggen dat het deel donker hout is, heel erg licht hout. Nu dat kan op, in principe kan dat wel, helemaal geen probleem. Kan zeker. Schieten in de remmen zelfs nog niet genoeg af, want de remmen moeten in het station zelfs doorgaan. En je ziet dat het maar één karretje rijdt. Op zich is het geen lange baan ook, maar wel een heel erg leuke baan. Compact, leuk. En toch ja, het heeft iets. Het heeft iets. Ja, het zou zeker in een pretpark passen. Ik zou nu niet echt bepaald een naam van een bestaand pretpark kunnen zeggen. Efteling heeft pas bijgebouwd. Als ik zo naar de plek kijk. Als dit stuk af was gekapt en dit overbleef, dan zou Bobby Allen er misschien iets aan hebben. Zou ik zeggen, aangezien zij wel met uitbreidingsplannen nog kunnen uitbreiden. En daar heb ik iets over gelezen. Maar ik weet niet precies wat de deur gaat tegen zo. De volgende arbeid die we gaan doen is de Sea Serpent. En die denk ik toch wel aan iets met water. En anders vind ik het graag dat het Sea Serpent doet. We zullen het zo wel zien. En ook de Sea Serpent is geladen. Benieuwd. Ik heb dus iets gezegd. Hopelijk iets met water. En het is weer een houten achtbaan. En het is een groenachtige achtbaan. Groene kleur. De toetakking is niet zo. Wow, dit is een heel compact achtbaan. Maar dit is ook aardig. Heel compact gebouwd. En ik wil die ramen wat doen. Oké, we zijn nu wel met twee treintjes deze keer. De optakeling gaat redelijk schuin, maar dit is wel een heel compact baantje. Dus ik denk niet dat we snelheid hoeven te verwachten. Ik neem het er toch wel even bij hier zo. Voor de snelheid, ik wil toch even zien hoe snel we gaan, want ik denk nog niet dat we redelijk snel gaan. Ja, 50, 60, 70, dat is het. Ik vind 70 per uur het snelste is wat we dit allemaal gaan halen. Dat denk ik. Ik denk niet dat we sneller gaan. Dan die 70, die gaan we sowieso niet overtreffen. Nee, kijk, we hadden nog niet eens 60 bij deze. Deze 68. Het komt in de buurt, maar toch niet. Sea Serpent, dus ik denk, ja, de naam heeft met de kleur te maken, Sea. Het is een beetje blauwachtig, maar dan ook. De
60 langs de optakeling door. Die drops zijn ook zo lang en dan heb je zo'n heel korte dalen. Dit is ongeveer denk ik wel goed verdeeld. En dan gaan we alweer aan het einde van deze achtbaan. Dit was het alweer, dames en heren. Dit is al de tweede korte achtbaan, maar deze vond ik wat saaier. De vorige had meer, had veel. Die vorige vond ik leuker. Veel leuker. Ik zie hier weer iets met remmen. Oké, die remmen hebben een probleem of zo denk ik. Maar ik vond het wel een heel saaie achtbaan. Eerlijk vond ik dit echt een saaie achtbaan. Hij is ook heel langwerpig gebouwd. En saai. Ik vond het super saai. Dat is mijn mening. Over de Sea Serpent. De laatste van deze aflevering alweer. En hopelijk wordt het wel een... Deze was wel goed, Scorpion. Maar nu ben ik heel erg benieuwd naar Shake, Rattle en Roll. Als er al iets wordt. Ik ben heel benieuwd. En ook Shake, Rattle en Roll is geladen. Heel benieuwd naar deze album. Krijgen we weer een houten? Of... Ja. Drie houten achtbanen, dames en heren. Maar deze... Ziet er al wat beter uit. Ja, niet een beetje. Nee, nee. Deze ziet er op het eerste zicht al heel vet uit. Veel bochtwerk. Er staan al bomen. Wauw. Ik was jammer van de bomen, maar nu staan er bomen. Dat is het. Ja. Kijk, dan krijgen we alweer zo'n drop. Misschien een drop krijgt de Troy. Daar gaan we. Heel erg vet. Dit is echt een heel leuk van denk ik. Tunneltje. Niet per se, maar ja. We zien hier de constructies allemaal. Veel hout natuurlijk. Hard. Hout hardbaan. Alles van hout. We hebben weer een daling te maken. De snelheid blijft er wel redelijk in zitten. Ondanks veel bocht en drops. Ja, drops geven meer snelheid. Ja, het is een heel flexibele, soepele baan. Een heel soepele baantje. Heel soepele. Kijk, oh, dit is spacing. En hoe wel vet. Dat zeker. Dan langs het station door. Door een nieuw treintje te trekken. Wauw, dit is echt een heel... In vergelijking met jou of twee vind ik deze echt sowieso denk ik de winnaar. Dan heb ik mijn top 3 klaar, dames en heren. Dit is eigenlijk een super vette achtbaan. Kijk, we gaan weer zo'n schommeleffect, maar super. Sneller gaat eruit, dus ik vermoed. Komt er weer een beetje in, maar dat is ook nodig. We schieten weer in de remmen. Van de Shake, Rattle en Roll. Heel erg leuk. Hij is ook weer ver boven elkaar gebouwd. Je ziet dus ook, ja, hij gaat echt zo in achtjes. En dan gaat hij hier wat uitkappen. Maar super leuk. Heel erg leuk. Ik vind het echt een heel erg leuke achtbaan. De aflevering bestond uit 3 houten achtbanen. Mijn conclusie luidt als volgt. Plaats nummer 1 gaat naar Shake, Rattle and Roll. Plaats nummer 2 naar Scorpion. Plaats nummer 3 naar Sea Serpent. Dat was de rangschikking van deze week alweer. Jullie mogen zelf in de comments achterlaten wat jullie van deze aflevering vonden. Wat jullie de wedstrijd achtbaan vonden. Maar ik denk dat er wat meerdere mensen akkoord zullen gaan met Shake, Rattle and Roll. Dat denk ik dan toch. Ik dank jullie allemaal voor kijken naar deze aflevering van No Limit 2. Hopelijk vond jullie een leuke aflevering. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. En volg mij op social media, Facebook en Twitter. En dan zie ik jullie graag volgende keer weer terug. In een nieuwe video op mijn kanaal. Later.